Hy mas silos na kramp. Want kramp heeft gezegd, dames en heren, ik vroeg aan kramp en dat fragment heb ik niet kunnen monteren. Heb ik minokiskans monteren, laat me het snel zeggen. Want mijn stotter in Nederlands. Ik heb het niet kunnen monteren. Ik vroeg aan kramp, Velia is een crisisvrouw. En kritische mensen, laten we dat ook zeggen. Kritische mensen kunnen soms, nee, ze zei, kritische mensen lijken soms vervelend. Maar dat zei ze niet. Ik denk dat we kritiek, mensen, ik ga je zeggen, ik heb iemand, een trouwe luisteraar, een gerespecteerde vrouw, haar wederhelft was laatst nog bij mij. En wanneer ik bijvoorbeeld 40 telefoontjes kreeg van, mijn God Cliff, ik heb genoten van je uitzending. Dat was er altijd die ene vrouw. Dus Tabe Belser is bijna mij nog aan het tikken op. Dan dacht ik ja met Cliff. En dan kreeg ik een grote dikke tjuri aan de andere kant van. Maar jouw benadering is pap. Hier ben je de fout ingegaan. En uiteindelijk natuurlijk. Tegos de architecta vrouw. Alletie, joh. Heel kritisch. Dus kritiek, dames en heren. Moeten we weten, daar moeten we weten hoe we ermee omgaan. Natuurlijk heb je soms ook kritiek van mensen die je de grond in willen boren. Mensen die je willen breken. Dat is elkaar afbrekende kritiek. Je hebt afbrekende kritiek en je hebt opbouwende kritiek. Nou heeft Velia gezegd dat ze dus keek naar Fazaning, naar de launch van Passie met als strekker Jennifer van de Xilos. En Velia zei hier in de uitzending van, ik keek naar dat ding en het straalde geen passie uit. Het leek op een dedoso. Eigenlijk moet passie zijn. Ik had anders verwacht. Wat deed Jennifer Silos daar? Wat deed Jennifer... Ik praat over Silos zeker. Wat deed Simons daar? Simons is onder andere, Simons is bijvoorbeeld, zei mevrouw Kramp in een van de blogs. Simons is, die was erbij bij de vernietiging van dit land met NDP. Wat doet Simons dan op een podium met passie? Wat doet Del Castillo daar? Del Castillo heeft kritische Surinamers proberen monddood te maken en geprobeerd om ze te etiketteren. Om ze eigenlijk een stempel op te plakken. Passie moet fris zijn met nieuwe, frisse mensen. En wat ik daar gezien heb, het kwam niet goed op gang. Kritiek. En ik heb mevrouw Kramp werd zelfs boos. Toen ik zei van, maar bent u bezig te schoppen tegen Passie? En toen zei ze van, ik vind dat je kletst. Weet je nog? En een paar mensen hebben gezegd, Limbo, Afroeri, Jerry. Maar ik ben natuurlijk programmamaker, dus ik geniet van dat soort dingen. Als iemand dat tegen me zegt, Lim, ik vind dat je nou kletst. Houd toch je mond, moest er nog bij komen. Dat zou ik helemaal nog genieten. En ik ben niet bezig, passie. Integendeel, zegt Kramp, passie moet er zijn. Maar passie moet beter worden. Nou, ik heb mevrouw Van Dijk Silos, ik had alle afspraak met haar, maar ze was buiten de stad. En ik heb haar gevraagd, mevrouw Silos, hoe denkt u de kritiek van mevrouw Silos mee te nemen en wat gaat u ermee doen? Ja, hoe gaat u dat plaatsen en hoe kunt u ervoor zorgen dat er verbetering komt in wat jullie uitstralen? Ik denk, als ik naar haar heb geluisterd, had ze het over het eerste debat over leiderschap. Ik denk dat heeft ze een meeting genoemd en dat heeft ze een DDO'se genoemd. Ik weet niet wat ze verwacht had. En ik weet ook niet wat ze bedoelt met DDO'se. Zelf heb ik gemerkt dat het publiek dat er was, je hebt natuurlijk politieke partijen uitgenodigd als het gaat om partijpolitiek of bestuurlijk leiderschap. Dan ga je niet zitten met CEO's van Shell en I am gold en zo. Dan zit je met de politieke partijen en met het maatschappelijk middenveld natuurlijk. Dat was de groep. En er zijn flink wat vragen gesteld, ook veel stellingen geponeerd. We hebben voldoende informatie gekregen om mee te nemen
naar een groot debat in maart 2024. En wat dat betreft is onze doelstelling gelukt. Maar ik heb ook de kritieken gelezen en ook eerdere kritieken van mevrouw Kramp gezien. Ze vond het schandalig bijvoorbeeld. Dat was een van de eerste reacties dat mevrouw Simons en Angelique Del Castillo aanwezig waren. Ik weet niet waarom. Het schandalig was, je kunt mensen niet uitsluiten. Wanneer je praat over politiek leiderschap, dan heb je het over politieke partijen. En die kun je niet uitsluiten en die moeten we ook niet uitsluiten in onze debatten. Die mogen erbij zijn. En er waren ook een aantal individuen uitgenodigd. En men kon kritiek leveren, men heeft het ook gedaan. De politieke partijen aantal, met name Palo, was vrij scherp. Maar weet, Palo reageert altijd vanuit een bepaalde ideologie, hè. En vandaar is dat ik Palo vrij scherp vond. Kastelen heeft zijn inleiding gehouden. Het was geen vuur en vlam en pagaras, maar het was keiharde waarheid over het politiek leiderschap en vanuit het bestuurlijk bestel. Het is nooit zo spannend. Meneer Din, noem ik hem, hoe heet hij weer? John Brilster heeft ook een inleiding gehouden. En hij heeft het gehad over transformationeel leiderschap, dus het alternatief leiderschap dat Suriname nodig heeft. En als ik kijk naar de zaal, dat het levendig was, dat was totaal geen didozo. Didozo zou zijn dat niemand geen enkele vraag stelt en zit te kijken naar ons. En dat wij het al pratend levendig moesten houden. Dat was niet het geval. Dat is zeer onterechte kritiek geweest. Er zijn verbeterpunten. We hebben geëvalueerd natuurlijk. En we hebben 27 oktober ons debat 2. Dat gaat over maatschappijvisie. En de verbeterpunten zijn meegenomen. Ook met name dat twee inleidingen en twee panels gewoon te lang duurt. Dat haal je eruit. Hè? Omdat je ook kijkt van wat hebben wij als organisatie eruit kunnen halen. En hoe kijken we er tegenaan. En dus hebben op 27 oktober hebben we ook twee inleiders. Maar dan met één panel. Dat wil zeggen de inleidingen na elkaar. Dat is kritieken vanuit het publiek hoor. Die feedback gaven. En als je ernaar kijkt dan zeg je ook van oké. Dat is waar. We moeten dan met twee inleidingen achter elkaar gelijk het panel starten. Dan heb je geen momentum van, hoe noem je het, dat je even pauzeert of tussendoor moet pauzeren. Want dan gaat ook die dingen eruit. Maar het was ondanks de verbeterpunten, kan ik zeer zeggen, geslaagd. Wij hebben ook gelet op reacties buiten. Het debat, reacties vanuit de medium, reacties van mensen op social media. We hebben ook gelet op hoe praten politieke partijen nu. En dan zie je plotseling dat iedereen het transformationeel leiderschap in de mond neemt en begint te focussen op leiderschap. Nou, dat zijn de dingen waaraan we onze successen meten. Als mevrouw Kramp een andere mening heeft, dat mag ze, is haar goed recht. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze gelijk heeft en gelijk zal krijgen. Mevrouw Jennifer van Dijk Silos, ze gaat door, want ze heeft meer gezegd. Echt wel, veel meer. Maar eerst de advertenties. Don dacht dat een afgeprijsde leddas zeker indruk zou maken tijdens zijn sollicitatiegesprek. Dat had hij glad mis. Hungry for deals? Kom dan liever meteen naar KFC voordat je iets geks doet. Haal de Wowbox met één stuk kip of popcorn chicken, friet en drank. Dat is pas een finger-licking good deal. Sometimes I leave a one-makey body. A new
Pasi NPS CB20 nanga CBRI Fesa Komakandra tapu Freda 220 nanga 9 September 6 euro na inigrunjari dansi nanga New Style Jackson Bly Psycho nanga DJ Andy D ko ariki demoskopu fu differenti NPSers a new visi fu NPS Gisranang nanga Amra Basi Gregory Rusland wan bigi farasing o de we bosgo bogo bogo Jari 220 nanga 9 September 6 euro NPS a betre winti fu dry saranang Donderdag 1 oktober gaat het gebeuren. De Gabian Crew toont de Bacadina Fatu Reunion. Met Special X-Live, Iwan Esebo, Trangarugi, Kang Country, Yonkosha, Alaliba, Amatare, OG Explosion met de legendary Tiffy. Next level, helemaal vanuit zie de Mocho Poku Basi, lieve Rocky. Kaarten voorverkoop, €20 en voor je VIP moet je bellen op 0685137163. Locatie is Lindeboom, Raadhuisstraat 57, 1541, JP. Dus al je kaarten bij Ricardo's Eethuis, Marion Bona en de leden van Gabian Crew. Yes, party people, het feest begint om 4 uur en we feesten tot 1. En your MC of the night is MC Sydney. Yes, daar zijn we daar natuurlijk ook. Ergens in Nederland. En u luistert naar Baganatori. Wij gaan door met Jennifer van Dijk Silos. Ja, om terug te komen op de participatie, de bezetting. Onder andere zei mevrouw Kramp, dat ding moet nieuw zijn. Het moet vibreren, het moet aanspreken. En Jenny Simons, daar had ze kritiek op, omdat ze van mening is dat Simons heeft meegewerkt aan veel dat eigenlijk misgegaan is tijdens de vorige regering. En voor wat Angelique Del Castillo betreft, zei ze dat die eigenlijk dat proces van de protestbeweging Organic in de embryonale fase heeft proberen te frustreren door ze weg te zetten als te zijn een verlengstuk van de NDP. Dus kijk, dat zou ze graag willen. Ze zit vol met allerlei dingen die ze links rechts maar poneert en denkt dat ze allerlei wijsheden poneert. Wanneer je een politieke partij uitnodigt, kan je moeilijk zeggen, Jenny Simons niet erbij. Wat is dat? Je nodigt die partij uit en de partij zendt vertegenwoordigers. Dus dat is alvast iets wat niet klopt. En of Jenny nou fouten heeft gemaakt of niet. Alle politieke partijen hebben fouten gemaakt. Allemaal. En dat wil zeggen dat je eigenlijk geen enkele politieke partij erbij moet hebben. Dat ik een toverstokje moet hebben en politieke partijen naar voren tover. Dus nieuwe. Dat hebben we niet. We moeten werken met wat we hebben. En we moeten het volk bewust maken dat ze zorgen dat er een alternatief komt. En dat ze niet op diezelfde, traditionele manier gaat stemmen. Dus niet etnisch, niet schaapachtig volgen, maar daadwerkelijk je leiders toetsen. Dat is wat we proberen ze wees te brengen. Wij zeggen, we moeten het kiezersvolk bewust maken. Dat gaan we in 24 heel actief doen, op weg naar 25. En we gaan geen stemadviezen geven, maar we gaan ze leren hoe je politieke partijen moet toetsen. Waar je op moet letten. Het programma, hun leiderschap, het profiel. We gaan conceptprofielen maken die niet heiligmakend zullen zijn. Maar die wel de minimale dingen hebben waaraan een leider moet kunnen voldoen. Waaraan een minister moet voldoen. Waaraan een DNA-lid moet voldoen. En ook een conceptprogramma met de minimale punten die aanwezig moeten zijn in dat programma. Alvorens je kan zeggen, dit is een programma dat wat zal worden. Dus Jenny Simons kan je dus niet uitsluiten? Natuurlijk niet. Hoe ga je eruit sluiten als de partij het stuurt? Moet ik zeggen, NDP, neem Jenny weer terug. Of Jenny, jij hoort hier niet thuis, ga weg. Hoe kan dat? We zijn toch niet onbeschoft? We moeten leven met die realiteit. Jenny Simons mag heel wat fout hebben gemaakt. Maar als je luistert naar hoe men over Jenny praat, en vooral wanneer men dat plaatst in het licht van NDP, waar de partij waar ze thuis hoort, is een gewaardeerde persoonlijkheid. En ten aanzien van Angelique Del Castillo. Of Angelique Del Castillo
Tuurlijk maken mensen fouten. Het was een fout om zo over organic te praten als politieke partij. Hele naïeve domme set vond ik het toen ook. Maar moet ik er daarop vermoorden? Angelique heeft een visie. Je kan ermee eens zijn of niet, maar ze heeft een visie. En Angelique heeft het voordeel dat ze niet in het bestuurlijke is geweest om mee te hebben gedaan aan corruptieve dingen en allerlei beroevingen en roevingen en weet ik veel hoe je die dingen moet noemen. En nepotisme. Oké, ze heeft haar visie en of je er achter de staat of niet, is niet relevant voor passie. Passie wil aangeven, maar ook deze visie bestaat er. En of je het mee eens bent of niet, we hebben de plicht als passie om op dingen te wijzen, waarvan, dus dat was in het geval van Angelique, daarom zat ze in het panel, om erop te wijzen dat er ook een andere visie bestaat. Ze timmert veel aan de weg, Angelique, maar op de een of andere manier moet ze maar gaan evalueren waarom ze niet spoort, maar ze heeft wel een mening en ze heeft wel een belangrijke visie. Ja. En als men daarop kritiek heeft om een organic incident, dan moet maar stoppen met die kleinzieligheden, hoor. Maar heeft passie gefaald? Heeft Jennifer van Dijk Silos als trekker van passie gefaald? Want dat is de vraag, hoor. Gefaald? Is de vraag. En dan ga ik onderbouwen waarom ik die vraag stel. Want als je een groot denker als Velia Kramp in den beginnen aan boord hebt, dan moet je toch wel van de leiderschapskwaliteiten hebben om alles eraan te doen als organisatie ook, om haar aan boord te houden. Laat me dit ervan zeggen. Ja, gaat u gang. Passie, Jennifer nog heel passief voelt aan dat ze gefaald hebben, omdat Velia er niet bij is. Maar, En laat me dit ervan zeggen. Je moet dat ding in de tijdslijn plaatsen. Toen Velia er nog bij was bestond passie niet eens. Het was in de initiële fase. En in die initiële fase had je een groep mensen bij elkaar die iets wilden doen voor Suriname. Onze stemmen werden gezien als een enkeling. En een enkeling is een drenkeling. Dus de gedachte ontstond. Maar hoe ga je dit volk bereiken? Wat willen we bereiken? Toen kwam er een document. En de eerste meeting moest de commentaar leveren op het document. Mahawat Khan heeft dat ontworpen. En de kritieken zijn geleverd. We hebben over het document gesproken. En toen vond ze plotseling dat ze het heel erg druk heeft met allerlei dingen. En dat was helemaal, de launch was nog niet eens in zicht. Het was misschien derde meeting van dat groepje in verband met op weg naar ergens. Is ze eruit gestapt van de een op het andere moment. Een van de argumenten was de drukte. Een ander argument was, ik pas niet bij dit groepje. Als men zegt waarom men eruit gaat en passie bestond nog niet, moet men dat ook eerlijk aangeven. Want men was er niet bij toen passie opgericht werd. Men heeft niet eens meegemaakt hoe we verder zijn gegaan met het ontwikkelen van onze ideeën op weg naar de launch. Men heeft het harde werk ook niet meegemaakt. Dus het waren de initiële discussies en daar is ze uitgestapt. Op de een of andere manier voelde ze zich niet gelukkig. En dat mag, ook dat mag. Maar dat is geen ramp. Maar je hebt niet geprobeerd om haar toch aan boord te houden? We hebben een meeting gehouden met haar erbij om haar aan boord te houden. Omdat haar ideeën ook goed waren. Dat, ik ben eerlijk, ik ga niet zitten fantaseren. Haar ideeën waren ook goed. Dus op dat moment werd het ook ervaren van, we moeten er niet verliezen. En die meeting is gehouden. En die meeting is, vooral Hikmat heeft zijn best gedaan. Om het te behouden, Roos en ook, ik een beetje, dat geef ik eerlijk toe. En omdat ik iets heb van, als je eenmaal je besluit hebt genomen en je past niet in dat groepje zoals je zegt, dan ben ik eigenlijk al klaar. Maar goed, ik ben de leider, ik moet buigen voor de meerderheid. Die meeting is gehouden. En zij is op haar standpunt blijven staan hoe druk ze het heeft. En Hikmat heeft nog proberen door te vragen, maar wat is er precies aan de hand, kon ze ook niet precies zeggen.
En op een gegeven moment was het daar afgelopen. Ze was niet te overtuigen. Ze is eruit gebleven. En dat was volgens mij de vierde meeting met haar. Daar hebben we u ook aan het woord gelaten ten aanzien van de kritiek geleverd op uw organisatie. Nou, ik moet zeggen dat opbouwende kritiek welkom is, gebaseerd op echte feiten. Zeker welkom is, omdat je van opbouwen de constructieve kritieken moet leren. Net zoals we geleerd hebben van het eerste debat, door vanwege opbouwende en constructieve kritieken die ons bereiken. En nu gaan we ook weer verder. Weer op basis van opbouwende kritieken, wij staan er open voor. Maar als mensen dingen gaan fantaseren en niet de juiste gronden gebruiken, ja, daar heb ik ook niet zo'n boodschap aan. En dat vind ik vreselijk jammer. En ik bedoel, je bent voor de geboorte van passie hebben we abortus gehad, toch? Zo noem je dat wanneer iemand zwanger is, is de bevalling afgebroken. Wat een van de vierling betreft. Nou, dan ben je er buiten. Wanneer die drieling geboren is, dan is dat het. Later is Milton erbij gekomen. Dat Milton was vlak voor de launch erbij. Die heeft dus in feite de conceptuele vergaderingen niet meegemaakt. En, maar die was erbij. En is er nog steeds bij. En als passie niet gaat zoals je denkt dat het gaat, in een van de interviews, ik dacht kort na het debat, heeft ze ook aangegeven dat mevrouw Silos dood moet gaan voor Suriname. Dan passie, laat me nu helder zeggen, ik ben niet van plan te sterven voor Suriname. Daar heb ik maar geen passie. Als dat betekent dat ik geen passie heb, ik vraag me af of mevrouw Kramp wil sterven voor Suriname. Weet je, ik bedoel, ik zit hier, ik wil werken, ik wil vechten, ik wil wat achterlaten voor de toekomst. En, maar doodgaan voor het land, ik ben geen Che Guevara of zo, hoor. Nee, maar dan, ik denk dat ze bedoelt echt bereid zijn om alles te geven, alle offers te brengen. Ik geef ook alles. Ik breng ook alle offers. Ik hoef niet te zeggen hier. Wie passie financiert en wie passie bekost. Nou, dat doen we zelf. Laat me dat gewoon zo in de algemeenheid zeggen. Dat doen wij zelf. Wij van de trekkersgroep doen dat. Ik bedoel, zij zit niet in die trekkersgroep. En ze zou nooit een cent geven aan Suriname. Was ook een van de dingen toen we zeiden. We gaan geld nodig hebben. Nou, ik geef geen koperen cent aan Suriname. Waren eigen woorden in een van de initiële vergaderingen. Ik heb al te veel gegeven aan Suriname. Ook dat is gerespecteerd geworden. Als je zegt dat je niet geeft, dan geef je niet. Maar wanneer je vraagstukken plaatst bij mensen, of ze wel passie hebben of niet, moet je ook wel kijken naar jezelf. Of je voldoende passie hebt voor Suriname. Weet je, en dan mogen je analyses alles zijn, maar je moet wel eerlijk blijven in je evaluaties en in je analyses. Want dan heeft passie er wat aan. Oké, okay, maar ik denk dat mevrouw Kramp juist door moet gaan met het leveren van kritiek, ook op passie. Want zoals ik dat eerder zei, het scherpt aan. Ik zeg niet dat ze geen kritiek mag leveren, maar laat het gegrond zijn. Laat het niet gebaseerd zijn op haar eigen persoonlijke meningen. Ook wanneer je kritiek levert in het openbaar, waarop dan ook, of het nou op een regering is of een NGO als passie, dan moet je wel een beetje gefundeerd zijn. Dan moet je wel niet een beetje, moet je gefundeerd kritiek hebben. En niet zomaar, daar gaat het bij mij om. Je zal mij nooit kritiek horen leveren zomaar. Er zit een fundament aan de grondslag. Weet je, en dat moeten we nu maar even gaan leren. Dat je het gefundeerd doet. En niet jouw eigen mening is gefundeerd. De feiten die zich voordoen, zijn gefundeerd. Dat is het fundament waarop je kritiek gaat leveren. Ja, ja. Kijk, wat ik even nog hier kan zeggen, ik ben nu bezig met de evaluatie binnen passie. Gisteren hebben we coalitie en de deskundige supportersgroepen gehad. Morgen heb ik de vriendengroep. En uit die evaluatie
Want we moeten plannen voor 24, moeten kijken waar we nu staan. Moeten we onze strategieën wijzigen, waar willen we naartoe gaan we doen. Omdat je ook naar binnen moet kijken van doe je het wel goed. Heb je verbeterpunten, ja of nee. En we gaan verder. We hebben al in hoe 24 eruit ziet. Ik kan er nog niet over praten, omdat het nog niet met alle groepen is gesproken. En we in de trekkersgroep een plan moeten maken. Dat zal ergens in december waarschijnlijk gepresenteerd worden. En wij gaan door. Wat wij nu afronden is wat gepland was voor dit jaar. Dat zijn de debatten. Debat 1, 2, 3. 2 is 27 oktober. 3 wordt hoogstwaarschijnlijk 6 december. En dan hebben we een groot debat, een echte battle debat. Dan zal het waarschijnlijk niet op een dildozo lijken. Dat is om de termen van mevrouw Kramp te gebruiken, hoor. Dat is niet mijn term. Zo gaat binnen maand plaatsvinden. Daarna is het speedy. Met de kiezers bezig zijn, bewust maken. Waar moeten ze op letten? Hoe moeten ze stemmen? Hoe kan je je beste leiders krijgen? En je hoopt ergens wel dat zich nieuwe mensen zich aandienen aan het firmament, waardoor je kan observeren. En we zijn niet van plan stemadvies te geven, maar we zijn wel van plan om aan te geven wat de alternatieven zijn. Dus dat wilde ik eigenlijk nog zetten. En echte, waarachtige, constructieve kritiek zien we graag tegemoet, want passie is voor Suriname is niet van ons. En passie is geen politieke partij, passie is een maatschappelijke beweging. En die maatschappelijke beweging heeft het doel om Surinamers bewust te maken. En wie daar een steentje bij kan dragen, nogmaals, is van harte welkom. Maakt niet uit welke politieke kleur je heeft. Je hebt. We verzetten ons niet tegen politieke kleuren. We willen iedereen erbij. We willen diaspora erbij. We willen vriendelingen erbij. We willen Surinamers erbij. Noem maar op. Het staat gewoon open. Everybody is welkom die een steentje wil bijdragen. Dat is wat ik wil zeggen.